half maart tijd om de moestuin in te gaan. En er moet genoeg gebeuren. We hebben een tijdje geleden de eerste dingetjes gezaaid. Die beginnen langzaam te kiemen. Die moeten straks de grond in. Maar dat gaat niet zomaar. Daarvoor moet je het een en ander voorbereiden. Verder moeten we opruimen, spitten. En er is genoeg te doen. Kijk, ik ben begonnen in de moestuin. Nou, gelijk een bewijs van goede, vruchtbare grond. Het zijn natuurlijk wormen. Dit is nog een van de wintergroentes die er stond. Een wortel, die gaan we lekker opeten. En zo vind je ze natuurlijk niet in de supermarkt. Dit is ook mooi. Dit is de prei. Kun je hem zo uitsteken. Hop. Kijk eens. Nou, wat ik nu ga doen, is alles opschonen. Dus ik haal eruit wat we nog kunnen gebruiken en opeten. En de rest van het afval gaat op de composthoop. Daar maken we weer goede grond van. Het volgende wat we gaan doen is we gaan de grond omwerken. Vooral niet te diep doorspitten, is nergens goed voor. Hier en daar de onkruidjes weghalen. En wat heel erg belangrijk is, is het toevoegen van organisch materiaal. Voor schimmels en bacteriën en natuurlijk de voeding. Dan kan het zijn dat je op een zandgrond zit, zoals hier. Dan heb je een moestuin. Hier zijn we al een paar jaar bezig, dus die grond hoef je eigenlijk niet zo heel erg veel meer aan te doen. Maar als je gewoon begint in een tuin met zandgrond, dan zul je wat organisch materiaal toe moeten voegen. En misschien zelfs al een beetje klei. Maar als je op kleigrond zit, dan zul je juist weer wat zandige grond toe moeten voegen om de structuur goed te krijgen. Dus goed daarop letten en dan heb je een perfecte basis voor de moestuin. Lavameel voor een extra boost van het bodemleven. De zaaibedden zijn helemaal geprepareerd. Die laat ik nu een aantal dagen rusten. Ik had natuurlijk al het een en ander voorgezaaid. Het begint langzaam te kiemen. Dat is goed nieuws. Ik heb hier bijvoorbeeld ook al aardappelen en uitjes. Die kunnen langzaam gaan uitlopen. Die kunnen dan ook later de grond in. En dat waren eigenlijk de tips tot nu toe. En binnenkort weer bij je terug.